Hoi Schorpioen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk de abonnementen. We zitten aan de 2000 abonnees en dat vind ik hartstikke leuk. Dan heel trots op en ik zal binnenkort ook weer even een actie in het leven roepen. Om te kijken of we een personal reading kunnen weggeven of iets dergelijks. Ja, het is een algemene reading. Het geldt niet voor iedere schorpioen. Misschien resoneert iemand anders, sorry, kriebels beter met je. Maar dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk. Het kan ook zijn dat je gewoon meer resoneert met je ascendant of je maanteken. Kijk even welke ascendant je hebt, welk maanteken je hebt. En dan kun je de readings daar ook op afstemmen. We gaan kijken naar sterrenbeeld schorpioen, waterteken schorpioen. Universum, ik had graag de beste kaarten, de meest heldere kaarten voor sterrenbeeld schorpioen. Wat mag ik doorgeven voor sterrenbeeld schorpioen? Sterrenbeeld schorpioen, wat is belangrijk op dit moment? Schorpioen. Schorpioen, wat is belangrijk op dit moment voor sterrenbeeld schorpioen? Dankjewel, daar gaan we schorpioen. Drie keer afnemen. En de eerste kaart. Six of Cups reversed. De zes van kelken. Omgekeerd, de keizerin omgekeerd. En de Nine of Swords, negen van zwaarden. Dan hebben we de gehangene rechtop, de zonkaart en de schildknaap van staven. Schorpioen, de zes van cups revert, bittersweet memories. Dat betekent dat je herinneringen hebt aan iemand. Dat hoeft niet heel lang geleden, dat kan ook recent zijn. Maar in ieder geval iemand die je niet meer ziet. Iemand die je niet meer spreekt of die niet in de buurt is en waar je bittersweet memories over hebt. Dan zie ik de keizerin omgekeerd. De keizerin is vruchtbaarheid, betekent ook een op allerlei manieren. Dat kan zijn een zwangerschap, maar dat kan ook zijn nieuwe ideeën, nieuwe projecten en dergelijke. En dan de negen van zwaarden. Op een of andere manier heb ik het idee dat je heel erg in je mannelijke energie zit. Heel erg controle, heel erg jij bent in charge. En het kan goed zijn dat je heel veel mensen hebt om je heen die naar jou kijken. Dat jij de leiding hebt, dat jij misschien in onderwijs of je leert ze wat. Het zijn allemaal mensen die van jou afhankelijk zijn. Alleen, ik weet niet of je ook de credits daarvoor voelt. Dus of je ook altijd goed bij voelt. Want het kan zijn dat je je ondergewaardeerd voelt. Of dat je op een of andere manier met je gevoel. Of dat je niet eigenlijk altijd de complimenten krijgt daarvoor. Of de credits daarvoor. Misschien ook niet het salaris daarvoor. En het kan zijn dat op emotioneel gebied, dat het je soms dat je denkt van, ja, moet ik hier blijven? Moet ik hier wel mee doorgaan? En dat kan zijn dat je daar misschien af en toe wat uitgeput van raakt. Dat je zo in charge bent, zo de leiding hebt, zo gedreven bent. En dat anderen daar misschien niet altijd evenveel aandacht aan besteden. Of dat je denkt van, God, is het dit nog allemaal wel waard wat ik doe hier? Die veel energie steken in iets. Er is misschien ook iemand in je omgeving, heb ik het idee, die waar je aan terugdenkt. Een bepaalde bittersweet memories, wat ik al zei. Maar op dit moment zijn jullie niet samen of is het niet vruchtbaar. Het kan ook een samenwerking zijn misschien die niet zo vruchtbaar was of die op dit moment niet vruchtbaar is omdat er nog iets uit het verleden zit of zo. Stel dat je nou meer in je feminine energie komt, schorpioen. Je bent tenslotte een waterteken.
meer je gevoel, meer luistert naar je intuïtie, naar je gevoel. En daarin naar jezelf toe wat eerlijker bent. Dan, want ik heb het idee dat je te maken hebt met iemand die het helemaal helder ziet. Iemand heeft een tijd in de hangman gezeten. Dat betekent time-out chair. Maar ik heb het idee dat diegene daar nu uit is en heel helder ziet hoe het zit. Er is ook veel succes mee gemoeid, veel vrolijkheid, veel stralende energie. En misschien zit diegene wel te denken om jou iets aan te bieden. Of jou, of jij van, naar die ander iets aan te bieden. En dat is de schildknaap van staven. Dus dat is passie. Passionele energie. Een eerste aanzet daartoe. Want het gegarandeerde succes wat ik hier zie. En ook de helderheid en duidelijkheid. Dat brengt deze Page of Wands. Dus dat betekent dat de schildknaap van staven jou iets heel passioneels aan kan bieden, maar ook succesvol en ook meer helderheid en duidelijkheid. Oké, we gaan even kijken. Misschien is het iemand die vertrokken is uit je leven. Misschien naar een ander land of zo. Deze persoon wilde naar kalme vaarwaters en ik zie op dit moment nog geen reunie. En dat komt denk ik omdat iemand in zijn hoofd zit erover, iemand overdenkt de situatie. En de hoge priester of de hoge priestess en de hangman samen betekent iemand heeft volledige helderheid en duidelijkheid. En praat daar niet over, want de high priestess is zwijgzaamheid. Dat betekent de high priestess, zij weet. En de high priestess is een zieneres, spiritueel. En je kunt haar niet voor de gek houden. Dus wat er ook gebeurt of hoe het ook zit, de hoge priesteres zegt, ik hou mijn mond, maar ik weet wel hoe het zit. En ik denk dat het belangrijk voor je is, Schorpioen, om niet alleen maar in die control mannelijke energie te zitten, alhoewel ik zie wel succes. Maar het gaat er meer om hoe zacht en lief ben je voor jezelf op dit moment. Ben je continu in control, continu degene waar alles van afhangt? Of geef je jezelf ook voldoende space, tijd en ruimte om meer naar je intuïtie te luisteren, meer naar je gevoel af te dalen? En dat is wat het universum van je vraagt. Luister naar je intuïtie. Als schorpioen zijn heb je een hele sterke intuïtie en daar is het belangrijk om op dit moment daarnaar te luisteren. En misschien ook een beetje vergeving toe te passen, want ik zie bittersweet memories. Dat betekent dat er misschien wat gebeurd is in het verleden en je mag daar eerlijk naar kijken en je gevoelens daar misschien over ventileren. Of kijken naar jezelf, welk aandeel je er zelf in hebt gehad. Maar er mag meer vruchtbaarheid komen voor je eigen leven. Dus ga af en toe een beetje uit die control emperor energie en kom meer in de empress, de keizerin. Neem je gevoel ook af en toe in overweging van hoe voel ik me hierbij? En kan ik daar iets aan doen? Kan ik dingen veranderen? Oké, schorpioen, dat was het weer voor september, voor begin september. Bedankt en tot de volgende keer. Doei!